Mariska van Beek is werkdruk en vitaliteitscoach. Iedere dag helpt ze werkgevers en werknemers om burn-outs te voorkomen. Welkom bij NS Train Talk. Goedemorgen allemaal. Ik ben Mariska van Beek van Puro Coaching en Training. En vandaag mag ik jullie iets gaan vertellen over burn-out. Nou, we hebben allemaal wel van die term gehoord, denk ik. Helaas zijn er heel veel mensen die last hebben van een burn-out. Ik mag met jullie vandaag 3 tips delen daarover. Dus luister goed. Tip 1 is om te vertragen. We gaan allemaal zo snel in dit leven. De maatschappij is snel. Social media verleidt ons om snel te gaan. Er is van alles wat we moeten of wat we denken te moeten. En we hebben heel erg de neiging om mee te gaan rennen. En als je bij jezelf nagaat, hoe kan ik vertragen? Hoe kan ik mijn eigen tempo bepalen? Wil ik alles doen zoals iedereen het doet? Of wil ik het misschien op mijn eigen manier doen? En is dat veel beter voor mij? Dan wordt je leven langzamer voor jezelf, maar veel meer passend voor jezelf. De tweede tip die ik met jullie wil delen is om loyaal te zijn aan jezelf. Dus dat wil zeggen dat je voor jezelf na mag gaan, aan wie ben ik nou eigenlijk loyaal? De meeste mensen die in een burn-out komen, is mijn ervaring, die zijn eigenlijk loyaler aan iets anders dan aan zichzelf. Ben ik misschien loyaal aan mijn werkgever? Of ben ik loyaal aan mijn partner? Of misschien wel aan je ouders? Vaak zijn dat wat onbewuste processen. Maar het is de vraag of je loyaal bent aan jezelf. Dus of je je eigen behoeftes volgt. Dan zul je zien dat het een heel stuk makkelijker wordt. En dat je veel meer in contact bent met jezelf. De derde tip is om mild te zijn voor jezelf. Dus als je dan een lijstje hebt gemaakt van wat moet ik nou allemaal wel en wat moet ik nou allemaal niet. Dat je dan bijvoorbeeld niet aan het einde van het lijstje, als het niet helemaal af is gekomen, heel kritisch bent naar jezelf. Nou, dan kan je heel streng op jezelf zijn en zeggen, goh, dat is echt stom dat dat niet allemaal gelukt is en ach, het lukt mij ook nooit. Maar dat je daar mild naar kunt kijken en dat je dan denkt, het is me niet helemaal gelukt, dat en dat is er wel gebeurd. Ik maak opnieuw een lijstje en op die manier ga ik het volgende week in. Dus die interne criticus die we vaak hebben, die mag wat zachter. Zodat je eigen stem, dat positieve, dat er veel meer ruimte krijgt. Dan wordt het leven echt een heel stuk leuker van. En misschien doe je wel wat minder in je leven, maar de kwaliteit van wat je doet en de lol die je kan hebben en hoeveel je ervan kan genieten, dat gaat daarmee echt omhoog en daar krijg je juist weer energie van. Nou, dat waren de 3 tips die ik met jullie wilde delen. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee en blijf lekker genieten van het leven. Ben jij of ken jij een spreker met een inspirerende talk? Of zijn er onderwerpen die je graag wilt horen? Laat het ons weten in de comments.